Welkom bij een nieuwe carrière video van FCIC. Dit is aflevering 13 in seizoen 2. Voordat we beginnen, een kleine aankondiging. En dat is, zouden jullie graag jullie annotaties aan willen zetten als jullie kijken naar mijn video's? Want er zijn nog wel eens dingen die langskomen. En daarbij komt ook nog kijken de nieuwe FIFA 17 trailer over de story modes uit. Die kan je hier kijken. Op mijn kanaal heb ik er een video over gemaakt in samenwerking met FIFA Benelux. Dus zeker waard om die even te checken. Laten we meteen beginnen. Dit is de stand in de Eredivisie. PSV staat op 33 punten. En Ajax op 32 en wij op 30. Dus we kunnen geen punten verspelen tegen de volgende tegenstander FC Twente. Daarna spelen we tegen AZ. En dan is het vervolgens een thuiswedstrijd. De laatste in de groepsfase van de Champions League. Zoals je natuurlijk in de titel al gezien hebt. En dat is de wedstrijd tegen Sevilla. En dat wordt een hele spannende wedstrijd. Want als we die wedstrijd kunnen winnen, dan moeten we dat zeker op een goede manier doen. Als we kijken naar onze tegenstanders in dezelfde pool. Celtic en Bayern München spelen dan tegen elkaar. En dan moeten we die wedstrijd, qua doelsaldo komen we dan gelijk. Als we winnen, want we staan tot nu toe gelijk met hun. Dus het wordt een spannende strijd. Maar eerst in het stadion van Feyenoord natuurlijk. Het is een sneeuwige dag. Sowieso geen zonnige dag. Het is een dag met sneeuw, laten we daarop houden. En FC Twente is de tegenstander hier. Het valt nu nog mee hoeveel sneeuw er ligt. Maar het wordt steeds erger naarmate de middag eigenlijk verder gaat. En het is een erg interessante wedstrijd, want FC Twente die wacht af en die is op de counter. En wij proberen eigenlijk een beetje hetzelfde te doen. Dit is het allereerste schot op doel van Ziyech, die heeft hem aardig kunnen wegwerken. Maar het is tot nu toe nog niet gelukt om door de verdediging van FC Twente heen te komen. Kort voor rust is er een vrije trap van FC Twente en het is een mooie plek voor Bergeon, als ik het zo goed zeg. Met kommaatje en dat soort dingen. Die was op de lat. En Bergeon die kan daarna, jammer genoeg voor hem, niks meer doen. In de tweede helft is dit Cabral, natuurlijk oud Feyenoorder. En die legt hem in de box. Hij valt gelukkig voor Cabral met het schot op doel. En Savastano redt daar. Prachtig, een mooie redding, al zeg ik het zelf. Nog eens een corner. Maar wij kunnen counteren. Dit is het moment waarop we de counter op kunnen. Bilal Bašetekoglu speelt een aardig wedstrijd. Maar nog niet helemaal zoals hij dat op zijn best kan. Dat zullen we in deze aflevering nog gaan zien. Ziyech hier. En die geeft hem af aan Bilal Kramer. Kramer loopt goed mee. Het is eigenlijk 1-2-3, 3-2-1. Zo het rijtje af. En je kan eigenlijk niet beter een counter uitspelen dan deze. Die 1-0 hebben wij te pakken. En we blijven in de race voor de titel. Want daar doen we het natuurlijk voor. We blijven en meedoen in de Champions League. En in de KNVB-beker. En natuurlijk ook voor de titel. Nummer 18 Kramer. Natuurlijk niet meer de nummer 9. Gewoon eigenlijk dubbel. Nummer 18. Maar het is niet meer onze hoofd. Niet meer onze hoofdspits. Ik zit niet op te letten en het wordt 1-1. Dat is wel pijnlijk. Een hele mooie voorzet. En Tonzon nummer 2. Dus ik zou denken rechtsback. Die maakt hem hier heel mooi af. Wat een geweldige assist hier van Tapia. Die natuurlijk eigenlijk bij Feyenoord speelt. Maar in deze carrière was die transfer nog niet compleet. En dan eindigen we deze wedstrijd in 1-1. Het is jammer, er zat meer in. Maar dat soort dingen gebeuren nou eenmaal. Dan is het even kijken naar het scoutrapport. En dan de opstelling is dan al snel bepaald voor de volgende wedstrijd tegen AZ. We gaan wel spelen met gewoon het hoofdelftal. Maar Van Beek gaat op de rechtsback spelen. Dat is vooral de grootste aanpassing van der Heijden begint. Want we moeten een beetje roleren voor die wedstrijd tegen Sevilla. Het speelschema van deze wedstrijd kunnen we hier bekijken. Feyenoord-Sevilla natuurlijk, maar ook PSV tegen Liverpool uit de Eredivisie. Dus dat zijn spannende dingen, al zeg ik het zelf. Van der Heijden is alsnog even een wisseltje voordat we beginnen. Ik twijfelde toch, weet je wat moet ik nou precies gaan doen? Maar achteraf ga ik toch voor deze opstelling. Karstorp heeft dan wel een gele kaart. Maar ik ga ervan uit dat als hij geschorst wordt, dat niet geldt voor de Champions League. Het type spelen wat ik ga doen. Ik ga iets wat aanpassen, mijn eigen tactiek. Daar ben ik de laatste tijd veel meer mee bezig. Druk naar voren. Ik wil vanuit de verdediging agressie en druk geven. Zodat ik ze eigenlijk op hun eigen helft vastlopen en in het middenveld de baas kan zijn. En dan kunnen onze vleugelspelers het werk gaan doen. En met een spits zoals Embolo is natuurlijk voorzetjes ideaal. Met zo'n goede Kramer trouwens ook. Dus onze spelers ondersteunen voorzetjes. Hij zet op 19 punten. Dat valt nog mee. Maar we hebben door dit gelijkspel wel punten verloren. Dus als we deze wedstrijd opnieuw niet kunnen winnen, dan wordt het nog heel lastig om. Sowieso kunnen we niet meer in periode de titel halen. Zoals ze dat in België dan natuurlijk doen. Maar ja, we kunnen sowieso niet meer winterkampioen worden. Is wat ik eigenlijk probeerde te zeggen. Natuurlijk in België is dat iets anders. Maar dat vind ik altijd zo raar in België dat hebben. Los daarvan, we gaan beginnen. 6e minuut. AZ Feyenoord. Ziyech doet hier zijn dingetje. Speelt 2 man uit. Kap naar binnen en wordt keihard neergehaald. En ik dacht nog even dat het buiten was. Maar het is een penalty. En Matthias Johansson krijgt een gele kaart. Dat is wel pijnlijk voor hem natuurlijk. Want als je erover nadenkt.
was het, het had net zo goed buiten de box kunnen zijn. Maar de scheidsrechters hebben in FIFA helemaal niet nooit de verkeerde keuze gemaakt natuurlijk. Alleen achteraf en een geweldige penalty van Ziyech. Lekker zo in de bovenhoek. En het is 0-1. Mooie mat vandaag in het AWAS stadion. En op deze mooie mat zijn wij getuigen van de volgende actie. Dit is een goede onderschepping van Embolo. Kongolo helemaal voorin. Embolo natuurlijk met de tweede... Nee, niet het tweede doelpunt. Rocher zit er goed bij. En Brezanić, dat is hem. Die kan hem daar wegwerken. Dan is het alweer de 37e minuut. En ze zitten ook volop op de counter. Alireza, die krijgt zoveel ruimte. Wat doen we hier? Hij krijgt zoveel ruimte. Wat moet hij nou met al die ruimte? Hoe kan hij nou zoveel ruimte krijgen? Dat is heel slecht gedaan. Natuurlijk verdedigd door degene die Feyenoord controleert. En dat was ik. Uh-oh. En Warner Haan, die had op zich ook wel uit kunnen komen, toch? Maar die dacht, zijn verdedigers lossen het op. Ja, ik zit nu te wijzen naar het scherm, maar dat gaat helemaal niks oplossen. Bilal Bazakikoglu, die valt in. En Van der Heijden natuurlijk ook. En dit is Bazakikoglu... Wauw, dat was moeilijk uitgesproken. En die doet hier zijn ding. Oh, die spot heel veel mannetjes uit. Die gaat natuurlijk nu zelf. Nee, die geeft hem af. Oh, Venovic. Wat een lekkere assist. Er zat een lopje in. En die knalt hem gewoon in die bovenhoek. Bazakikoglu, die let heel goed op. En wat een... Ja, ik weet niet eens hoe ik het gedaan heb eigenlijk nu ik er zo naar kijk. Maar de bal gaat iets ver voor zich uit. En speelt dan Van der Linden volgens mij uit. En dan dat lopje. Gewoon dat kleine lopje wat erin zit. Hoppakee. Hop. En dan bam, Rocher kan er helemaal niks aan doen. Oh, dat was lekker hoor. Poeh. En dan staan we op voorsprong 2-1. Een beetje een aparte beweging van Vinovic. Aparte celebration die ik ook zelf gedaan heb. Dit is Erasmus, komt erin voor Michael de Leeuw. Ze proberen nog iets te forceren op het einde. Wij gaan verdedigend wisselen. Rodney Lopez Cabral komt erin voor Rick Karsdorp. Speelt niet heel veel Cabral, maar ach... Dat kan gebeuren als je natuurlijk ook tweede keuze bent. Oh, Van der Linden, die krijgt hem hier in de box voorzet. Die kan er niks mee doen. Tankovic gaat hij zelf neer, geeft hem af. En hij wordt geblokt door Van der Heijden. Goeie actie van Van der Heijden. Die kan op het einde nog even belangrijk zijn voor zijn club. Geen hands. Mooi geblokt. En Van der Haan hoeft niet in te grijpen. En dat is dan wel weer die wedstrijd. We blijven in de race voor de titel. Maar het is toch nog spannender dan vorig seizoen. Waar we natuurlijk echt flink bovenaan stonden. Maar dat maakt op zich ook wel interessant. Want als je altijd alleen maar bovenaan staat. Dat wordt ook een beetje saai. Vind je ook niet? Dan is het... Het is een beetje te simpel als je alles maar wint. Maar dat gebeurt zeker niet op een legendarisch niveau. En zeker niet tegen tegenstanders zoals Sevilla, Bayern München en Celtic in onze groep. Tegen Celtic hebben we het goed kunnen doen. Sevilla hebben we die wedstrijd gewonnen bij hun daar. En het was ook een fantastische avond, al zeg ik het zelf. Hier gaat die 46 bijna naar 47,5. Dus dat is wel netjes. En dat is Venovic. En ook nog Van Beek, niet vergeten. Die willen allebei meer geld hebben. Die willen meer centen op de bank. Dus wat moeten die gaan doen... Nou, die moeten we een nieuw contract gaan aanbieden, maar we hebben geen geld. Dus we moeten eerst wat geld krijgen van de Champions League. Dit is de positie van het team. Embolo helemaal bovenaan met een 7.4. Warner Haan speelde een fantastische wedstrijd, de vorige wedstrijd. Dus we gaan natuurlijk alle spelers opstellen die we hebben niet kunnen opstellen, omdat ze moesten rusten voor deze wedstrijd. Eens even kijken. Nou, we werken natuurlijk wel met een soort van verrassingopstelling nu. Want ik wil niet dat jullie alles konden zien voordat we gaan beginnen. Maar hier heb je vooral een oog op de opstelling. Bilal gaat natuurlijk beginnen. En niet Mounir deze keer in de Champions League. Want Bilal speelde een fantastische wedstrijd tegen AZ in de laatste week. Vandaar 11-11. En wij hebben twee meer doelsaldo. Dus hopelijk gaat Bayern München niet verschrikkelijk hard over Celtic heen. Dit is... Konoplyanka, een Oekraïense middenvelder waar ik het de vorige afleveringen ook al een keer over had toen we tegen Sevilla speelden. Een hele goeie. En dit is de opstelling dan. Tornstra en Vinovic beginnen samen naast elkaar. Vinovic natuurlijk ook een goede wedstrijd gespeeld tegen AZ. En ik denk dat we die aanvallende middenvelders wel aardig kunnen gebruiken. Tactiek is nog steeds hetzelfde zoals tegen AZ. Ik wil toch wel een beetje meer pressie geven. En dat lukt ook meteen. We blijven aanvallen. Het is alweer de 34e minuut, maar dat mag niet bommen. Dit is Bilal, die geeft een balletje terug. Heel fluweel. En die legt hem bijna in de box. En Cillessen moet ingrijpen. Natuurlijk Jasper Cillessen bij Sevilla. Die daar naartoe was gegaan voor ongeveer 25 miljoen of zo. En dan opnieuw een corner. Maar deze corner is belangrijker. Oh, Ziyech bijna met een kans. En Embolo kan onderscheppen. En dit is Ziyech. Bilal. Oh, lekker. En het zijn weer de jongens. Ziyech en Bilal en Embolo. Die doen zoveel dit seizoen voor onze club. En Bolo die rent goed door en die kan die bal onderscheppen. Geeft hem eigenlijk gewoon in de voeten van Ziyech. En
Bilal die kopt gewoon goed in, want Cillessen wilde uitkomen, waardoor hij zijn doel eigenlijk klein maakt. Maar aan de andere kant dus ook weer heel groot voor Bilal, die daar rustig kan inkoppen. Zijn allereerste doelpunt in de Champions League voor hem in het shirt van Feyenoord in dit seizoen sowieso. Ik kan niet volledig zeker zijn over het seizoen hiervoor. En dan gaan we een kleine aanpassing doen in de tactiek. El Amari komt erin, zoals je net zag daar. En verdediging gaan we minder druk geven en minder riskante passes. Dus we gaan ze meer laten komen naar ons toe. Tot nu toe hebben ze nog een één keer op doel kunnen schieten, dus dat gaat heel goed. Maar ik wil ze toch wat meer naar mij toe laten komen, zodat ik wat meer met die counters eruit kan. We staan inmiddels 1-0 voor en ze moeten ook komen. En ik denk dat El Amari de rust kan zorgen in het middenveld die we nodig hebben. Bilal Bazikikoglu, weer opnieuw een fantastische beweging. Wat speelt die jongen toch goed vandaag. Speelt even twee man uit, die tikt ze helemaal weg. Opnieuw een beetje geluk hier. Hij kan doorlopen, dit kan een hele grote kans zijn. Geeft hem naar Mbolo en die schiet eigenlijk uit stilstand. Maar de actie is nog niet geweken. Dit is El Jero Elia, hij gaat hier voor het voorzetje. Hij gaat inderdaad voor het voorzetje. Een beetje breed, kopbal in de box. En dan is de kans eigenlijk alweer verdwenen. Maar nee, treurt u niet. Dit is El Amadi. Jens Toornstra, natuurlijk kan hij aardig schieten. Jens Toornstra en op Cillessen. Cillessen die moet echt heel goed opletten vandaag, want die wordt echt gebombardeerd met schoten. Woudenberg is erin gekomen voor Congolo, want die had ook al een gele kaart gekregen. En dit is een voorzet op Toornstra, op Sven van Beek. Oeh, die zat er echt aardig dichtbij in. Ja, ik zag al eerder al dat hij er niet in zou gaan, want dat kan je ook een beetje aanzien komen. Maar toch een aardige kopbal. En we blijven maar gewoon aanvallen eigenlijk. Zonder dat we dat eigenlijk in de tactiek zitten. Hier weer opnieuw een onderschepping. Sevilla is gewoon slordig. Ze zijn gewoon slordig. En daar kunnen wij gewoon heel hard op reageren. Ziyech loopt in de diepte. Gaat voor het schot. Dit is hem. Nee. Oh, dit is hem dan. Ja. 2-0. We worden groepswinnaar in deze groep. Tenminste, als Bayern München niet al te veel doelpunten gescoord hebt. Dat zullen we natuurlijk nog zien. Maar het winnen is wat we moesten doen. En het winnen is wat we hebben gedaan. Want het is in de 83ste minuut 2-0. En ik ga ervan uit dat Sevilla niet meer aan het slotoffensief drie doelpunten maakt. Ze hebben nog niet eens één keer op doel geschoten. Ik vind het ongelooflijk. Een club als Sevilla in de Kuip wordt helemaal weggetikt. Dat komt ook door jongens zoals Bilal Bazikikoglu, waar ik het al de hele wedstrijd over heb. En hier doet hij weer zijn ding. Van der Heijden op Mbolo. Oeh, ja hoor. Een eigen doelpunt. Oh. Eigenlijk moeten we even zo'n... Je hebt toch BBC, weet je wel? Bill, Benzema, Cristiano en MSN. Als we nou gewoon Mbolo, Ziyech en... Bazikikoglu doen. Ik ga er niet over nadenken, maar laat me in de reactie weten. Wat voor naam ga je hun trio geven? Het kan ook van hun voornamen zijn. Verzin wat. Zo geinig kan ik daar vaker over hebben. En het is eigenlijk een fantastische wedstrijd geweest. We hebben 13 minuten lang lol gehad met deze drie wedstrijden. Die waren allemaal wel goed, denk ik zelf. En om het een beetje als verrassing te maken, ga ik nog niet laten zien tegen wie we moeten spelen. Ook niet of we groepswinnaar zijn geworden. Dat is cliffhanger voor de volgende afleveringen. Dat is sowieso een reden om te kijken natuurlijk. Bedankt voor het kijken. Als je de video leuk vond, geef me dan een groen duimpje. En een rood duimpje als je het niet leuk vond. En als je het meer wil zien van mij en mijn spelerscarrière en mijn FIFA 17 video's, ga dan naar mijn kanaal. Heb je ze misschien ook al eens zien komen in de kaarten op het beeld. En dan zie ik jullie graag in de volgende aflevering. See ya!